In juni komt Microsoft met Office 2010. Daarin zitten drie grote verbeteringen. Ten eerste 64-bits ondersteuning. Ten tweede ondersteuning van Windows 7. En ten derde de sociale netwerken die echt heel erg zijn opgekomen sinds de laatste Office versie. Wij hebben hem getest en we gaan kijken hoe Microsoft het er vanaf gebracht heeft. De belangrijkste technische vernieuwing in Office 2010 is de 64-bits ondersteuning. Dat is vooral nuttig in Excel als u met grotere datasets werkt. Voor thuisgebruik is 64-bits niet echt nodig. Microsoft raadt zelfs aan om 32-bits te blijven gebruiken. Gelukkig zijn er features waar u wel wat aan hebt. Op het eerste gezicht lijkt er in Word 2010 niet zoveel veranderd. Het lint is er nog steeds, maar als u goed oplet, ziet u linksboven dat daar niet meer een Office-logo staat, maar het menubestand. Microsoft heeft het menubestand teruggebracht in Word 2010, alleen heet het nu Backstage. Het geeft als het ware een achter de schermen blik op alle informatie die over het document gaat. Ook vindt u daar dingen als het nieuwe afdrukvoorbeeld, dat u nu in één keer kunt bekijken. Ook is er de mogelijkheid om bestanden online op te slaan naar Microsoft SkyDrive. Een andere vernieuwing in Word 2010 is het makkelijkere toevoegen van teksteffecten. Als u een stukje tekst selecteert en dan met uw muis over de nieuwe teksteffecten zweeft, ziet u gelijk al hoe het eruit gaat zien. Als we een kijkje nemen bij Excel, dan is de meest in het oog springende verbetering Sparklines. Er is geen Nederlandse vertaling voor, maar het zijn een soort mini-grafiekjes die u in één cel kunt plaatsen. Daardoor kunt u in één keer data inzichtelijk maken. Bovendien kunt u ze kopiëren van cel naar cel, waardoor in één keer een heel werkblad een stuk duidelijker wordt. Ten tweede zijn er de draaitabellen, die zijn met Excel 2010 een stuk inzichtelijker gemaakt. In PowerPoint 2010 zit de leukste nieuwe verandering in video. Video zelf is niet nieuw, maar u kunt er nu een stuk leukere dingen mee doen. U kunt namelijk een filmpje in PowerPoint plaatsen en als het te lang blijkt te zijn, zoals u hier bij mij ziet, kunt u er direct in gaan snijden. U kunt het begin eraf snijden en het einde, en als u dan de presentatie opslaat, lijkt het net alsof het filmpje al heel goed is ingekort. Bovendien kunt u ook nieuwe effecten aan de video toevoegen, zoals dit hele mooie reflectie-effect. Ten tweede zijn er ook nieuwe overgangen gemaakt. Een stuk minder spectaculair, maar altijd leuk als u wat afwisseling wil voor uw presentatie. Maakt u gebruik van Outlook, dan zult u gelukkig zijn met de nieuwe Office 2010, want in Outlook zitten de meeste verbeteringen. In Windows 7 kunt u gebruik maken van de jump lists van Outlook 2010. Door op de taakbalk te klikken kunt u Outlook starten en direct aan een nieuw e-mailbericht beginnen. Ten tweede, en dat is nog wel de meest in het oog springende verbetering, is in Outlook nu ook de ribbon of het lint toegevoegd. Ook heeft Microsoft gekozen om de discussies, zoals ze in Gmail worden weergegeven, ook in Outlook te stoppen. Waardoor u nu eenvoudig uw map met e-mailberichten kan sorteren en op discussie weergeven. Verder hebben we ook nog de nieuwe Quick Steps, waardoor u een soort macro's kunt opnemen, waarmee u in één keer meerdere acties kan uitvoeren met een e-mailbericht, zoals het als gelezen markeren en het naar een map verplaatsen van één bericht in één stap. Tot slot is er ook nog de nieuwe Social Connector, die de sociale netwerken in Outlook brengt. Hiermee kunt u contacten uit Facebook, LinkedIn en nog andere netwerken in één keer weergeven in uw inbox, met foto en al. Iets wat we in alle programma's van Office 2010 terugzien is de aandacht voor samenwerking. Zo kunt u in Outlook direct al zien of het out-of-office bericht van uw ontvanger aanstaat of juist uit. Maar voor veel van die features met samenwerken heeft u de dure SharePoint-server nodig en dat is voor thuisgebruik niet altijd handig. Kortom, als u Office 2003 gebruikt, moet u zeker overstappen. Als u op dit moment Office 2007 gebruikt, is de overstap vooral aan te raden als u een groot gebruiker van Outlook bent.